Een nieuwe week, een nieuwe Games with Gear. Zoals jullie op Games with hebben kunnen zien, staan wij deze week, heel vaak week zeg ik, in het teken van Overwatch. En de fucking awesome Overwatch Razor Gear die je kunt winnen. Ter waarde van €470 of zo. €470. Holy shit. Yeah. Ja, holy fuck. Maar wat er in dat pakket zit, is ook de Razer Manowar Tournament Edition. Yes, en dat is de nieuwe Parade Little Horsey. Parade Horsey. Dat is de nieuwe Parade Horsey van Razer. Nee, maar echt, de Manowar is het nieuwe paradepark. Maar ik wil toch, ik begin die vraag met dat het dus niet de Manowar Manowar is. Nee. Want dat is belangrijk. De Manowar is nieuw aangekondigd en dat is de normale, de gewone Manowar. Die is dus €200 en dat is dan een virtueel 7.1 geluid, chroma kleurtjes, draadloos. En dit is dus de Tournament Edition, die overigens nog niet los op de markt is, alleen nog maar in dit Overwatch thema. Maar de Tournament Edition is eigenlijk Razer's codewoord voor iets goedkoper, maar daarmee wel iets meer toegespitst op de e-sporter bijvoorbeeld. Dus kabeltje, niet draadloos, maar met een kabeltje en verder gewoon niet te veel poespas. Dat is ja. Het. Maar dat is belangrijk om even te zeggen, want anders denk je, ja. Oh mensen, oh de Manowar, waar is ja. Iets goedkoper hè? Ja, waar dus de normale Manowar dus zo'n €200 is, dit is €130 pak een beet. En dat is dan inclusief het Overwatch thema. Dus ik neem aan dat als ze straks nog met een Manowar zonder het Overwatch thema komen, dan is het denk ik €120 of zo. Tenzij die coma is. Nee, want de Tournament Edition wil dus wel echt zeggen van... Oh, er moet dat nooit chroma. Nou, volgens mij, meestal als de Tournament Edition is, dan schrappen ze het chroma gebeurtje eraf. Want ja, een e-sporter, wat heeft hij nou aan de kleurtjes? Die moet gewoon de snelheid en het gemak hebben. Dat is waar. Hé, het is een robuuste headset. Ja. En dat viel me dus meteen ook al op in die unboxing, dat we die we zeg maar voor de giveaway deden. Toen dacht ik van, holy shit, wat is hij eigenlijk licht? Want als je hem ziet, dan denk je, hij is heel log. Maar hij weegt dus zo'n 325 gram zonder de kabel, dus het is niet 's werelds lichtste headset, maar hij gaat bijzonder gemakkelijk op je kop. En ja, dit is, ze kunnen dus ook draaien zodat je mooi het Overwatch-embleempje kan showen in de trein. Ja, terwijl als je zo van Overwatch houdt dat je een headset van koopt, zou je toch zeggen dat moet je verbergen. Maar nee, we gaan er trots op doen. May is B. Nee, dat is hartstikke mooi. Okay. Ik vind hem wel sexy, moet ik zeggen. Ja, maar het is, we hebben hem wel, qua design moet ik dus wel zeggen, hij is een beetje anders dan anders. Want het vorige paradepaardje was de Kraken, die op zich wel aardig comfortabel was. En die was ook vrij divers, die paste om veel verschillende hoofden heen. En mijn grootste minpunt, laten we daar meteen even mee beginnen, bij de Razer Manowar, is dat hij te breed is gesteld. Kijk, hij gaat goed om jouw hoofd heen, hij gaat goed om het hoofd van elke Amerikaan heen. Bij mij past die serieus net, maar je moet geen smaller of kleiner hoofd hebben dan ik. Als je een petit vrouwtje bent of je bent een wat jongere gamer, dit gaat echt, want je, kijk, je kunt het zien. Dit is ongeveer waar we beginnen en ja, dan, dit gaat misschien nog net, maar ja, als je wat smaller bent, dat gaat hem niet worden. En je denkt van, hé, hier, daar zou ik nog verder naar binnen kunnen klikken, maar dat is dus niet. Dus dit is het kleinste wat die gaat en dat is al gewoon vrij breed. Dus, Razer elimineert. Je hebt toch niet een heel groot hoofd? Je hebt een klein hoofd. Ik heb wel een enigszins smal hoofd. Ik draag nog steeds, met snowboarden draag ik nog steeds een maatje S-helm. Echt hier. Al 12 jaar. Dan kan toch bijna iedereen het aan? Nou, dat vind ik dus wel tegenwoordig. Kijk, hoeveel van de mensen die mee hebben gedaan op de Razer Overwatch giveaway zijn van onze leeftijd of hebben ons grote hoofd? Dat ligt eraan of je vraagt of dat op gamers zit of op YouTube. YouTube, ja. YouTube inderdaad niemand. Maar, dat zeg ik, die winnen toch niet. Nee. Nee, op maar dat zal het meevallen. Maar nee, goed, je hebt gelijk. Het is een brede. Ja, want ik had Angela, dus een Gamersnet bezoeker, ook wel eens een hele leuke meid. Die kwam bij mij over de vloer en ik zei: zet hem eens op. En ja, hij viel gewoon van haar hoofd af. En zij is een vervent gamer en vindt het een hele mooie headset. Maar ja, dat gaat gewoon niet. Dus dat is wel. Je kunt de hele wereld aanpassen op Angela. Petite Angela. Sorry, Ange. Ja, ons. Maar nee, je hebt gelijk. Het is een brede headset. Ja, dus als je een heel klein hoofd hebt, dan moet je... Dan valt hij inderdaad af. Maar verder, hij zit wel enorm comfortabel. En ik moet ook zeggen, hij heeft van die lekkere grote drivers, lekkere grote earcuffs. En die sluiten ook heel goed af, moet ik zeggen. Het geluid blijft lekker rondom jouw oren. Het lekt niet heel erg ver naar buiten. Ik vind hem persoonlijk niet heel erg warm worden, ook al heb je dat imitatieleer eromheen zitten. Maar ik moet echt zeggen, ook over de langere uren gameplay, vooral met Overwatch dan toevallig, het blijft goed zitten en het voelt ook gewoon lekker. Hoe is het geluid? Het geluid is wel heel fraai, moet ik zeggen. Niet dat je zegt, het is een beetje hetzelfde als met de SteelSeries Siberia V3 die we laatst hadden. Ook een headset die wat meer richting de e-sport gericht is. Wat vaak toch wil zeggen dat het dan...
Het is niet een headset waarvan je zegt van, oh, ik ga nou even echt genieten van de game. Of ik ga nou echt een film kijken en helemaal weggeblazen worden. Hij is wat zwaarder op de bastonen, hij heeft wat mooiere, hogere, heldere tonen. Maar het is niet een enorm groot palet. Nee. En je moet veel handmatig stellen. Ja, dat is het dus. Een tournament edition is wat meer op de e-sports gericht. Dus het geluid is wat neutraal, maar geeft je dan wel wat flexibiliteit zodat je hem kan stellen naar hoe je het wil hebben. Je zou toch zeggen, een tournament edition moet het beste geluid op aarde hebben. Ik ken Counter-Strike spelers, jongen. Nou, die zweren bij het beste geluid, want daar kan zomaar iets zitten. Nee, ja, dat zou je zeggen, maar nee. Met zo'n tournament edition met e-sporters, sommige mensen willen dan dat virtueel 7.1 geluid, dat snap ik ook wel, dat is een smaakkwestie. Maar wat de meeste e-sporters volgens mij willen hebben is juist een headset die vrij bazaal is in zijn eigen geluid, zodat jij afhankelijk van de game je geluid daarop toe kan spitsen. Okay. Als een headset van zichzelf al hele overstuurde bastonen heeft, dan is dat heel kut om bij elke game te zeggen van ja, maar dat game niet lekker, dus dan moet ik die juist er weer uit gaan filteren ofzo. Dus... Ja. Dat is een beetje het eieren eten van zo'n tournament edition. Maar ik wil wel één ding er even bij halen en dat is Dolby Atmos van Overwatch. Ja. Overwatch zelf heeft natuurlijk Dolby Atmos en ik zag die trailer en daarin zeggen ze ook van ja, we hebben dus die Razer headset van ons en daar hebben we het ook een beetje op toegespitst. Hij heeft dus geen virtueel 7.1, maar Dolby Atmos voor Overwatch is dus ook gemaakt voor gewoon stereo headsets. En dat werkt dus best wel goed. Maar wat doet hij dan? Die laat het toch, zoals ook in de bioscoop natuurlijk ook Dolby Atmos, die laat het toch voelen alsof het meer om je heen gebeurt. En normaal ben ik niet zo van die virtual upscalers of zo, weet je wel, van die dingen die dan 7.1 geluid maken van twee speakers. Ik geloof daar niet zozeer in. Maar ik moet zeggen, als je zo'n soort headset hebt, zet die Overwatch Dolby Atmos shit aan. Want het werkt dus echt best wel goed. Ik had echt zoiets van, wow, volgens mij is een Genji me aan het besluipen. Dus ik draai hem om. Het was een fucking Genji. Dus ik had zoiets van, het werkt ook wel. Het werkt goed. Dolby Surround werkt het wel. Ja, maar Dolby Surround werkt wel. Maar dat is meestal is het met 5 speakers of 7 of 23, weet je wel. Dit zijn 2 speakers. Maar ik had toch het idee dat ik in Overwatch... Ik zat erin, weet je wel. Dus, maar dat vond ik gewoon werken, wou ik even zeggen. Wat ik wel een heel groot voordeel vind is dat dit tussenkabeltje erbij zit voor op je PC. Dat betekent dat dit gewoon mini-jack is en gewoon in je iPhone kan. Ja, nee, dat is sowieso dat... kijk, de normale, gewone Manowar is dus €200. Maar die sluit je dus, omdat die draadloos is, aan op een USB-poortje. En kan daardoor alleen maar op PC, Mac en PlayStation 4. Maar de Tournament Edition is dus gewoon €70 goedkoper. En heeft gewoon een jack waarmee je er gewoon veel makkelijker ook op je Xbox, ook op je PlayStation, op je mobiel, je notebook. Het gaat zoveel makkelijker. Maar het is een simpeler uitvoering, dus kan het overal op. Ja, nee, maar ik vind het serieus een heel groot voordeel dat die lekker toegankelijk is. En dat je niet hoeft te kloten met software. Je prikt hem gewoon lekker in met die jacks en het werkt gewoon meteen. En dat moet je wel echt nageven. Ik heb dan liever eigenlijk zo'n Tournament Edition dan zo'n editie die ik dan niet op mijn Xbox aan zou kunnen sluiten. Ja. Ja, dan doen we nog even snel een microfoontest met deze retractable mic van de Razer Manowar Tournament Edition. Je hoort het is prima om mee te communiceren, maar ja, ga er geen livestream of een podcast mee doen. Maar goed, je kunt er wel je teamgenoten prima mee uitschelden. En dan nu weer terug naar de studio. Oké, duidelijk. Final thought? Final thought, het is een hele fraaie headset, maar hij is, ja, ik heb het er in de review ook over gehad. Er is een Razer tax. Er is een Razer taxatie en dat is eigenlijk... Beetje net als met Apple. Je betaalt iets meer voor het merk, maar je krijgt wel heel fraai afgewerkt spul terug. Dus ja, het is een hele goede headset. Ja, ik zou hem aanraden. Maar €130, daar zit wel die Razer tax in. En ook een Overwatch tax, denk ik. Want ja, ook misschien wel. Het is ook een limited. Het is een Overwatch serie. Dat natuurlijk eerlijk ook. Zijn. Ja, dus waarschijnlijk is, ja, daar zal je dan ook een beetje meerprijs voor moeten betalen. Dus dat is dan wel even afwegen van, nou ja, wil ik die Razer meerprijs betalen en wil ik die Overwatch meerprijs betalen? Maar als je die ervan afhaalt, of stel hij eens een keer in de aanbieding, dan is dit echt een hele fraaie headset. Ook voor de e-sporter. Ik heb ervan genoten. Zet Dolby Atmos aan. Rapone in Overwatch. Yes. Dit is een mooie final thought van jou. Ja, with the man of war, you take the parade horsey in your home. Parade horsey on your head, not too breed, want... Not too small, want dat past best niet. That fit niet. That fit niet. Tot volgende week. Tot next week. Tot next week.